Ik krijg veel vragen van mensen over daytraden. Hoe doe ik dat nou precies? Wat gebruik ik? Waar kijk ik naar? Dus in deze video ga ik gewoon eens een live trade met je delen. Ik ga je vertellen waarom ik in de trade ben gestapt, wat ik hierin zie en hoe ik uit wil stappen en wat mijn strategie hierbij is. In deze video dus mijn volledige live daytrade. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en voor als je nieuw bent op dit kanaal deel ik alles omtrent online ondernemen, geld verdienen met internet, maar daarnaast heel specifiek cryptocurrencies. Hoe kan je nou geld verdienen met investeren in crypto op de lange termijn en daarnaast ook daytraden. Als je dit tof vindt, zou ik je willen vragen of je de video eventjes een like zou willen geven, maar nog belangrijker, of je even op die abonneerknop zou willen klikken, want dan mis je dit soort toffe video's en handige video's de volgende keer in ieder geval niet. Goed. Voordat ik begin met de inhoud van de video wil ik je er nog op wijzen dat je mijn Discord chat kan joinen. Is volledig gratis, staat in de beschrijving. Je kan ook mijn 5 Crypto Gems video downloaden. Die is ook gratis. En mocht je nou van A tot Z willen leren daytraden of meer informatie over de crypto wereld, hoe je langetermijn kan investeren. Ik heb alles samengebundeld in één cursus en dat is de Kryptonite cursus. Die linkje daarvan vind je ook terug in de beschrijving. Nu ik dat gezegd heb, kunnen we gaan beginnen met de inhoud van deze video. En dat is mijn live trade. Althans, ik zit er al in. Dit is wel wat ik echt heb gedaan en mijn geld zit er nog steeds in. Op Binance trade ik, daytrade ik, daar plaats ik mijn trades. En op TradingView teken ik, maak ik patronen. Ik zal die linkjes daarvan allebei hier beneden in de beschrijving zetten. Kun je die eens gaan checken als je dat ook wil gebruiken. Maar ik had dus in de Discord chat, in de premium chat, een daytrade gepost. Phantom USDT, oftewel FTM USDT. Die heb ik getraind. Mensen die dus in de premium chat zitten, die kregen daar een alert van. Die konden daar ook instappen. Dus mocht je dit tof vinden, ga zeker eventjes aan de slag met die premium chat. Linkje vind je in de beschrijving bij de Discord. Je vindt het wel uit, dat komt wel in orde. Maar deze trade had ik hier dus geplaatst. En dit is een trade waar ik nog steeds in zit. Ik heb hem op 10 april geplaatst met een heel groot deel van mijn huidige kapitaal op TradingView. Het is momenteel de 13e, dus ik zit daar nu 3 dagen in. Hij gaat niet zoals ik verwachtte, maar dat gebeurt heel vaak bij daytraden. Natuurlijk kan niemand de markt voorspellen. Je kan alleen maar uitgaan van eerdere prijsdata. Dus wat is er eerder gebeurd? Wat kan er nu gaan gebeuren? En aan de hand eigenlijk van wat er in de geschiedenis is gebeurd, kun je gaan voorspellen, als je het zo kan noemen, wat de koers kan gaan doen. Uiteindelijk kan je nooit voorspellen. Niemand heeft een glazen bol. Je weet niet wat er precies gaat gebeuren. Waar je denkt dat hij uit kan breken, waar hij mooi een all-time high kan gaan pakken, kan hij net zo goed naar beneden uitbreken. En dat maakt traden ook zo lastig. En daarbij moet ik ook gelijk zeggen, schakel je emotie uit. Je wil je emotie niet aanhouden tijdens het traden, want als je op emotie gaat traden, dan ga je geheid veel geld verliezen. Dus ik zal laten zien wat ik in deze trade zag. Je hebt hier Phantom en als we naar de 1 dag grafiek gaan, dan zie je een beetje de geschiedenis van Phantom. Hij is hier begonnen ergens in juli 2020 is hij begonnen. Dus hij is nog niet zo oud, hij is nu ongeveer bijna een jaar oud dus. Hij heeft laatst een all-time high gepakt en nu treedt hij eigenlijk een aantal weken sideways. Dus er gebeurt niet heel veel, is niet heel spannend, maar je ziet hier dat hij dus al een ontzettende groei heeft gemaakt. Hij is hier met bijna 1000% gestegen. En vervolgens is hij vanaf hier weer zo'n 380% gestegen. Dus deze coin laat zien dat hij veel potentie heeft. Dat hij goed kan gaan stijgen. En mocht je ergens nou eens een patroon zien opvormen, dan zou het dus kunnen dat hij weer mooi gaat uitbreken. Want je ziet dat continu gebeuren. Natuurlijk valt hij ook wel eens terug. Ligt ook aan wat de Bitcoin doet. Maar over het algemeen zie je dat hij vrij snel omhoog schiet. Telkens. Zeker nu de altcoins ontzettend goed doen en de Bitcoin op groen staan, leek dit mij een mooie kans. Nou, waarom? Wellicht zie je dit nu niet zo goed op de 1 dag grafiek. Wel als ik hem zo trek op de lijn grafiek, dan zie je hem wellicht wat beter. Oh, ik heb de alert vast. Dan kan je hem zo tekenen en dan zie je al dat hij mooi opvormt. Dus hij treedt sideways, hij pakt een mooi patroon, een driehoek pakt hij. En dit is een bullish driehoek. Je ziet ook dat hij naar boven gaat uitbreken. Of althans, dat geeft de grafiek aan. De grafiek praat tegen je. En als de grafiek tegen je praat, kan je maar beter gaan luisteren. Gaan we kijken naar de 4 uur grafiek. Ziet het hier ook bullish uit? Ziet het hier ook mooi uit? Ja, dat ziet hij zeker. Vormt hetzelfde patroon op. Je ziet dat hij
Wellicht een beetje onduidelijk, ik heb hier twee alerts staan. Dat zijn de oranje lijntjes, daar hoef je op zich niet naar te kijken. En je ziet de groene, dat is de resistance lijn. En hier is ook een support slash resistance lijn. In ieder geval een lijn met veel prijsactie die ik getekend heb. Je ziet ook de laatste tijd dat hij hier veel op blijft zitten. En ik hoop dat hij nu uit gaat breken. Hoeft niet te gebeuren, kan wel, maar ik zit hier dus nog steeds goed in. Nou, waarom heb ik hem hier getekend, de eerste resistance lijn? Je ziet dat hier gewoon veel prijsactie in is. Ik had hem lager kunnen tekenen. Ik kan hem zelfs wat omlaag trekken. Dat is hierheen. En dan zie je dat hij vrij mooi staat. En dat het een krachtig patroon is. Want je wil uitgaan van dat een grafiek ongeveer een keer of twee de resistance lijn raakt. En dan weet je, oké, ik kan een lijn trekken. Het is een sterke lijn. Hij komt telkens terug. Maar je ziet hier al dat hij continu, hij test hem, even kijken hoor, moet ik inzoomen, want ik raak zo ook in de war van die lijntjes. Hij test hem hier, dat is 1 keer, 2 keer, 3 keer. Hier breekt hij zelfs uit, dus een bull trap, want hij breekt uit. Mensen denken, oh shit, instappen, die moeten we hebben. En vervolgens knalt hij weer net zo hard terug, om weer hetzelfde te gaan doen. Hij test hem weer, hij test hem weer. Dus hij blijft continu testen, en je ziet dat hij steeds higher-low zet. Dat hij steeds nauwer wordt, dus hij vormt op, hij blijft testen, dus op een gegeven moment, hier ergens, moet hij een kant gaan kiezen. In de meeste gevallen, vaak gebeurt dat zo in zo'n bull market, waar alles vaak veel omhoog gaat, als de bitcoin goed gaat, en zoals je ziet staat hij nu aardig goed, de bitcoin, dan heeft hij hele goede kans om uit te gaan breken. Naar boven, weliswaar. Natuurlijk kan het net zo goed zijn dat hij naar beneden uitbreekt. Niemand weet het. Maar alle signs duiden erop dat hij uit kan gaan breken. Dat is waarom ik nog steeds in Phantom zit. En waarom ik hem ook voorlopig blijf aanhouden. Dus het is kijken wat ik doe. Ik heb mijn stop los op 3-5% minder gezet dan waarin ik ben ingestapt. Dus mocht hij uitbreken, pak ik mijn verlies kort. Dus 3-5%. Ga ik door naar de volgende trade. Kan ik weer 3-5 verliezen? Ga ik weer door? Weer hetzelfde misschien. Maar de winnende trade die ik dan een keer pak, die is echt 20% of meer. Omdat die dan echt flink uitschiet. En dan kan je dus, terwijl je meer verliest, alsnog thuiskomen met een mooie zak winst van je daytrades. Daytraden komt eigenlijk op neer dat je gewoon goed kan gaan verliezen. Als je weet hoe je goed kan verliezen, kan je ook goed gaan winnen tijdens het daytraden. Dus dat moet je onder controle houden. En dat is ook wat ik mensen probeer te leren in Kryptonite. En je ziet ook dat heel veel mensen daar wat van opsteken. En dat ze direct de filosofie eigenlijk van het traden snappen. Dus mocht je denken, oké, ik wil het ook leren. Linkje in de beschrijving, kan je aan de slag met Kryptonite. Verder, als ik dat patroon nu zie op zo'n 1 dag grafiek of op zo'n 4 uur grafiek, die zijn vrij sterk. Want het timeframe is groot. En als daar dus een patroon op vormt, dan kun je vanuit gaan of vaststellen, oké, hij vormt op dit patroon. Het is een sterk patroon, omdat hij opvormt op dit timeframe bedoel ik. Dus ik ga eens kijken naar een mooie instap. Dan kan je kijken naar de 1 uur. En de 1 uur geeft ongeveer hetzelfde patroon aan als de 4 uur en de 1 dag grafiek. Je ziet hem hier net zo goed ophopen. Opvormen moet ik eigenlijk zeggen. En waar ik het liefst dan instap is de 15 minuten grafiek. Waarom? Zo kan je gewoon zo specifiek mogelijk bepalen waar je nou precies in gaat stappen. Dus je ziet hier, nou, hij is al bij de mijn lijn geschoten. Het heeft hij hier ergens ook al een keer gedaan. Dan weerleg ik bij deze de lijn. Het kan natuurlijk zo zijn dat je hem niet goed getekend hebt. Dat hij anders gaat opvormen. Het kan ook zijn dat hij eerst 3 keer door je patroon heen schiet. Zoals je hier ziet. Dat hij misschien sideways gaat treden. Dat hij weer omhoog gaat. Dus dat je je lijn weer moet weerleggen. Het is nogmaals nooit precies, je weet nooit of je het nou goed doet, ja of nee. En daardoor kun je altijd het beste zo'n grafiek in de gaten blijven houden en kijken wat hij eens gaat doen en je patroon bijtekenen. Dus je kan hem hier zo zetten, nu zie je dat hij hier een test heeft. Je zou hem zelfs nog zo kunnen zetten. Als je nou weer terug doet naar de candles, dan zie je dat hij eigenlijk zo weer door blijft gaan. Dus nu kan je verwachten, oké, als hij mijn patroon volgt, dan zie je dat hij dus hier op gaat hopen. En misschien ergens hier ish gaat uitbreken. Dus het kan pas zijn na 18 april, na 18 april. Het is niet zeker, maar in ieder geval bepaal ik hiermee instap. En waar bepaal ik dat dan op? Meestal zoek ik naar supportlijnen. Dus waar houdt die support? Komt die daar weer terug? Stap ik in. Heb ik hier ook gedaan. Ik ben ingestapt hier ergens. Even kijken. 43.000... 0.43500. Hier was ik ergens ingestapt. Rond die supportlijn. Ging die omhoog. Oké, daar gaan we. Ik heb niet uitgecashed. Mijn alert stond hier om 25% te pakken. Heeft hij niet geraakt. En het was volgens mij ook toen ik aan het slapen was. Ja, dit is ergens midden in de nacht. Is hij naar beneden gegaan. En nu blijft hij weer sideways trainen. Dus ik hoop, je ziet dat hij hier weer omhoog gaat. Dat hij hier weer van de resistance knalt. En weer naar de bovenkant gaat.
goede kans dat ik dan alles uitcash en misschien weer instap als ik zie dat het patroon toch op gaat vormen. Dus dat ik eerst wat cash meepak en dat ik daarna alsnog instap om ervoor te zorgen dat ik die breakout mee ga pakken. En waarom vind ik die breakout hier zo interessant? Dat komt omdat als die hier doorheen breekt, is er geen eerdere prijsdata. Je ziet dat als je de lijngrafiek pakt en je pakt die puntjes, dat zijn de closing prices. Dus dat is altijd beter als dan de wikjes, want die wiks zijn in de prijs geweest, maar hij is ergens anders gesloten. Dus je pakt die lijnchart en dan ga je kijken, oké, de all-time high van deze munt, want dat kan je zien als je hem helemaal terug gaat kijken, hij is niet hoger geweest dan dit punt. Dat is punt 64706. Die kan je eventueel even tekenen, ga je terug en dan zie je hier, oké. Als die nu uitbreekt en hij pakt, nou, dat is veel procent, 50% winst, zit hij op zijn all-time high. Het zou natuurlijk mooi zijn als hij dit meepakt. De grafiek heeft laten zien, of deze munt heeft laten zien dat hij dat al kan. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren als hij nu uitbreekt, dat hij weer naar die all-time high schiet. En als hij daar voorbij schiet, dan is het dus blue skies. Er zit niks anders boven, er is geen eerdere prijsdata. Dus in principe kan die munt door gaan knallen. En dat is waarom ik dit zo interessant vind en waarom ik in Phantom gestapt ben. Wat doe ik dan? Of hoe stap ik dan uit? Dat is ook wat veel mensen vragen. Ik stap niet op één punt uit. In ieder geval, in de meeste gevallen stap ik niet op één punt uit. Ik ga vaak naar de 1-uurs grafiek of naar de 15-uurs grafiek. Ga kijken naar de eerdere resistance lijnen en support lijnen. En dus kijken waar veel eerdere prijsactie is. Dus je ziet hier al dat ik hier in alert heb staan. Dat komt dat ik daar ergens wilde uitcashen omdat hier veel prijsactie zit. Zoals je ziet, als je dan hier instapt en je casht hier uit, dan heb je 10% te pakken. Dus je pakt 25% van je inleg en die cash je dus uit. Kan heel makkelijk op Binance. Cash je 25% uit en heb je nog 75% van je geld erin. En dan ga je kijken, schiet die door? Oké, waar zit de volgende prijsactie? Waar is de volgende sterke resistance line? Dus waar zou kunnen gebeuren dat de prijs weer omkeert en naar beneden gaat? Daar weer natuurlijk uitcashen. Nou, je ziet hier dat het mooi is. Hij heeft hem hier geraakt en hier zit ook nog veel prijsactie. Dus je kan dan zeggen, oké, als die vanaf mijn vorige cash out, om zo maar even te noemen, doorschiet, pak ik hier weer 13%, dus ga ik weer 25% uitstappen. Dat heb je gedaan. Dan heb je nog 50% van je geld over. Nou, je volgende 25% kan je dan uitcashen bij die oude all-time high, bij die eerdere all-time high. Dus dan pak je nog zo'n 30% mee, mocht hij dat halen. En die andere 25% laat ik dan gewoon zitten. Waarom? Omdat dus die blue skies zijn. Het kan zo zijn dat hij ontzettend hoog schiet, pak je mooie cash mee. Het kan ook zo zijn dat hij omlaag gaat. En het mooie is, als die voorbij die all-time high is, dan kun je dus gewoon een verkoop of een koop, kun je een verkooporder plaatsen op deze oude all-time high. Dus stel dat hij daar doorheen schiet, hij gaat omhoog, zet je een verkooporder op die all-time high. Mocht hij dan terugvallen, pak je die winsten alsnog. Maar mocht hij verder doorschieten en als je dat dan door hebt, als je bijvoorbeeld niet aan het slapen bent, pak je daar ontzettend mooie winst op. Maar het is natuurlijk geen garantie dat je continu die 25% zo netjes uit kunt cashen. In sommige gevallen moet je 50% of 100% in één keer nemen, zeker als je hem ziet terugknallen. En dan kan je altijd nog zoeken naar een nieuwe entry, als je toch een patroon ziet opvormen. Nou, dit is een beetje wat in mijn hoofd omgaat als ik trade. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat me vooral mijn reacties weten als je dit soort video's tof vindt. Gewoon eigenlijk een beetje een review van de trades die ik plaats. Gewoon eens wat uitleggen over het daytraden in de cryptocurrencies. En wat ik met deze trade ook doe, dit is geen intraday trade. Dus het is niet een trade die ik 's ochtends open en 's avonds sluit. Waarom? Omdat het op de 1 dag grafiek het mooie patroon is. Dus 1 candle staat hier voor 1 dag. Dus als je wil gaan voor een mooie breakout voor veel percentages, dan zie je hier dus ook dat je met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ongeveer 8 candles, dus dat is 8 dagen, dat je daarin die ontzettend mooie winst had kunnen pakken. En dat verwacht ik dus ook bij deze. Het zal meerdere dagen gaan duren, deze breakout, als die gaat uitbreken natuurlijk. En er gaat gewoon tijd in zitten. Dus als je zo'n patroon op ziet vormen op de 1 dag grafiek, dan is het dus een trade voor de langere termijn. Tenzij die dus gaat kelderen, dat je ziet dat die helemaal de mist in gaat. Stap je eruit, neem je verlies, ga je door naar de volgende. Stel dat je alleen een patroon ziet op de 15 minuten grafiek. Dus op de 4 uur niet, 1 uur niet en 1 dag niet. Dan heb je een intraday trade te pakken. Dus stel dat je alleen dit patroon op de 15 minuten grafiek ziet. En je ziet dat die gaat uitbreken. Dan is het mooi, oké. Dan kan je
te inzetten, bijvoorbeeld hier. En dan ga je uitcashen ergens als je tevreden bent. En dat kan zijn over een uur, over een paar uurtjes. En dan kan je binnen no time hier zo'n 10% pakken. Dus stel je trade met 5000 euro, kan je in enkele uren 500 euro pakken met je daytrade. Zo gaat het daytraden. Laat me even nogmaals weten in de comments, vind je dit soort video's tof? Maak ik ze meer in de toekomst? Wil je nou ook leren daytraden? Check even de Kryptonite cursus of ga in de Discord chat als je die alerts ook mee wil gaan pakken van mij. Zodat je lekker cash kan gaan verdienen en kan gaan profiteren van deze enorme bull market. Bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet even niet om een like te geven en eventjes op die abonneerknop te klikken als je dit nou tof vond. En hopelijk zie ik je dan terug in de volgende. Adios.